Yo guys, what's poppin? Het is je boy, dit is Huber. Alright, jullie hebben mij laten weten het super dope te vinden als ik zo'n zogeheten geesten app gebruik. Om te kijken of er misschien buitengewone, paranormale, hoe je het ook wilt noemen, gedaantes te vinden zijn. Om even mee te beginnen voor eventuele ouders die meekijken met hun kind. Dit soort video's zijn vanuit entertainment en amusement doeleinden only gemaakt, alright? Deze apps heb ik gewoon gedownload in de App Store en zullen hoogstwaarschijnlijk niet werken. Maar het is wel super spannend. Want de vorige keer toen ik dit thuis bij mij deed, op zolder, in mijn slaapkamer en de woonkamer, heb ik dingen gezien waarvan ik niet wist dat die zich in mijn huis zouden bevinden. Dus spannend is het wel en zin heb ik er ook in. Like deze video als jij niet achterna gezeten wilt worden door geesten. En als je mij een keer wilt ontmoeten. Ik heb de apps bij me. Ik ga ze uitproberen. En het ding is, ik ben momenteel in een bos. En waarom heb ik dit bos uitgekozen? Het is eigenlijk nog best wel in de buurt van bewoonde plekken. Maar het schijnt dat hier vroeger een oude cupcake factory stond. Een soort van muffinfabriek. Die helaas failliet is gegaan en toen is afgebroken. Wat er eng is aan dat verhaal, niet heel erg veel. Maar de baas van die fabriek is vermist sinds de dag dat de fabriek failliet is. Is dit verhaal echt? I don't know. Ik heb het gevonden op het internet. Ik moest hier naartoe, want ik wou dit natuurlijk super graag voor jullie filmen. En combineren met een geesten-app. Ik heb er echt heel veel zin in. De app staat op mijn telefoon ready. Jullie moeten even liken. Mogen liken. Moeten is natuurlijk ook weer zo verplicht. Hebben we helemaal geen zin in. Verplichting heb je al met huiswerk en zo. Mag liken. Zou wel leuk zijn. Let's go. Ik was even zo van, hoor ik wat? Zie ik wat? Nee, let's go. Oké, jongens. We beginnen met het allereerste apparaatje. Via deze knop hier kan ik hem aanzetten. En via deze knop hier kan ik de gevoeligheid ervan aanpassen. Het is een eeuwenoud apparaatje, wat overigens gebaseerd is op een hele oude stam uit de Caribische gebieden. Van zo'n beetje 500 jaar geleden. Schijnbaar werd het daar toen gebruikt. Ja goed, ik heb er niet heel veel informatie over weten te vinden. Maar het is dus gedigitaliseerd. Het zou dus echt hebben bestaan. We zetten hem aan. 3, 2, 1. Oké. Wanneer het pijltje omhoog gaat, zouden er geesten in de buurt zijn. Zouden er geesten in de buurt zijn. Oké, wacht, dit is echt niet leuk. Ik ben hier alleen, jongens, en ik word op dit moment heel erg bang. Zolang die maar niet naar Max gaat, dan heb je een... Nou, een probleem zou ik niet zeggen, maar dan weet je in ieder geval dat je niet alleen bent. Laat ik het zo stellen. Oké, we gaan heel rustig naar voren. Voor alle duidelijkheid, ik ben hier in een bos waar zich een eng verhaal verschuilt. Hier hebben we een boom en het apparaatje blijft rustig. Of nou ja, tenminste, het gaat al wel bijna naar het ene laatste punt. Jongens, stop. Nee, niet naar Max. Jongens. Jongens, luister. Dit betekent dat ik in de maximale aura zit van een tweede persoon, een gedaante. I don't know, ik heb hier geen verstand van. Ik heb geen geestkunde gestudeerd, als dat überhaupt een ding is. Hallo? Als ik deze kant op ga, gaat hij omhoog. Er moet hier wat zijn, jongens. Oh, hij gaat heel snel. Hij is weer op Max. Jongens, hij gaat heel erg snel. Het machientje beweert dat ik hier momenteel niet alleen ben. Hallo? Hij is echt op zijn Max, jongens. Hij is echt letterlijk, hij zit continu tegen zijn Max aan. Dus hier zou iets verschuild moeten zitten. Letterlijk op de... Wat is dat? Oh, dat is gewoon... Is dat plastic? Oké, dat is gewoon plastic. Ik dacht heel even dat het een shirt of zo is. Ja, sorry jongens, je ziet alles minder goed als je het via je cameralens bekijkt. Via je cameraklepje. Hij is zo ongelooflijk gevoelig waar ik nu loop. Ik weet eerlijk gezegd niet of ik hier wel mee door moet gaan, maar dit is super creepy. Oh, als ik dit soort losse... Yo, wat is dit? Dit hier ziet er letterlijk uit alsof er iets is begraven. Je hebt hier zo een enorme stam. Je hebt hier zo allemaal bakstenen. Hier heb je weer een stam en daartegenover ook. Oh, zou hier iets begraven zijn? Oké, wacht, dit moet ik checken. Volgens de app is hier nu niet veel aan de hand. Net was hij op Max, nu niet meer. Dus ik ben hier even veilig. Doe hem uit. Wat zou hier begraven moeten zijn? Oké, jongens, voor alle duidelijkheid. Ik ben mijn handen literally vies aan het maken. Ik heb allemaal modder aan mijn handen. Ik weet niet waarom ik aan het graven ben in een willekeurige bos waarvan wordt beweerd dat er ooit een cupcake factory was. Maar ik doe dat denk ik ook maar gewoon voor het verhaal. Het is denk ik wel cool als je in het vragenkringetje zit van school en je kunt vertellen dat je in het bos een cupcake hebt opgegraven. I don't know. Wat is dit? Jongens, er was hier wel degelijk wat begraven. Dit lijkt wel op een soort van tandwiel. Wat zou je nou weer moeten met een tandwiel? Zijn dat geen dingen die gebruikt worden voor het maken van apparaten in... No way. Fabrieken? Like, ik heb niet heel erg veel verstand van fabrieken. Ik had wel ooit een Play-Doh fabriek met klei. Maar ik heb nog nooit eerder iets gehoord van een vermiste eigenaar van een cupcake fabriek die failliet is gegaan in het bos. Als je het zo zegt, is het eigenlijk ook wel een erg vreemd verhaal. Ik heb een app waarmee ik geesten kan opsporen. Ik heb een plastic tandwiel in mijn handen. En ik heb die opgegraven in het bos. Misschien is dit wel degelijk gebruikt voor een van die machines in de cupcakefabriek. Ik weet het niet zeker, dus ik leg het maar gewoon terug. Ik ga een andere geesten-app erbij pakken. In ieder geval, jongens, het is best wel creepy om hier in mijn eentje rond te lopen. Wat ik vooral dat heel erg eng vind, is als je films ziet waarbij mensen dat doen. Bijvoorbeeld een film, een horrorfilm of een andere soort enge film. Waarbij er een groep vrienden verdwaald raakt en besluit om zichzelf op te delen in twee groepen. Op een of andere manier begrijp ik nooit waarom ze dat doen. Ik denk bij mezelf, je zit al in een horrorfilm en dan besluit je jezelf op te... Wacht!
Ah, yo! Dat ging bijna fout! Wat is dit? Ben ik nou literally zojuist hier naar beneden Yo, ik snap echt niet waarom mensen dat doen. Dit is waarschijnlijk gewoon een plek waar allemaal troep ligt. Ik zie blikjes Red Bull, ik zie cola, ik zie hier een soort van net. En wat is dit? Dit is echt super weird, jongens. Het lijkt wel op een soort van hendel van een hamer of een ander soort gereedschap. Wacht eens even. Zou dat een stuk gereedschap zijn geweest die ze hebben gebruikt in de cupcake machines? Of bij het maken van de cupcake machines? I don't know, maar ik viel bijna naar beneden door dit gat. Oh, ik ben ook zo verkouden. Waarom heb ik geen zakdoeken meegenomen? Waarom heeft Siri geen zakdoeken meegenomen? Eigen schuld, dikke beeld. Dankjewel, Siri. Aan jouw virtuele robotstem heb ik een hoop wanneer ik bijna naar beneden val in een gat. Zoals jullie je misschien nog wel kunnen herinneren, heb ik ook nog deze app. Maar helaas is het daar hier echt veel te donker voor. Zoals jullie kunnen zien, op dit radar zou je een puntje moeten zien verschijnen als er iets is. Maar er is... Wow, zagen jullie dat? Er ging heel snel iets voorbij. Er flitste literally iets voorbij. Het is nu daar. Wacht, ik ben aan het kijken waar het is. Het flitst er voorbij. Ja, kijk. Wacht even. Yo, het gaat die kant op. Oh, ik heb het nu in beeld. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Wacht, ik moet meer die kant op. Ik kan mijn flashlight bij deze app niet aandoen, dus ik zie ook letterlijk niet waar ik loop. Ik heb het nu in beeld. Ik heb het literally nu in beeld. Oh gosh, jongens. Oké, wacht, we gaan die andere app proberen. We zetten hem aan in 3, 2, 1. De radio voor ongekende geluiden. Oké. Rustig. Oké, wacht. Als dit omhoog gaat wat jullie hier zien, dan zou er iets in de buurt moeten zijn. Ik kom dichterbij. Lijkt wel een freaking metaaldetector wat hier aan de hand is. Verschuif het signaal een beetje om te kijken of ik misschien meer kan opvangen. Oké, wacht even. Het wordt harder. Het wordt harder, jongens. Ik weet niet wat er aan de... Wow. Wat? Oké, wacht even. Wat? Auw. Mijn voet. Like, ik ben blij dat ik geen slippers draag. Al moet ik zeggen, slippers met sokken is zo 2013. Wat is dit? Jongens, het signaal werd steeds harder. Like, ik wil niet zeggen dat er dan een geest in de buurt is, maar schijnbaar wel een megalantaarn. Yo, wat is dit? Er zit bizar veel stof op. Oké, luister, ik weet niet hoe lang dit ding hier al ligt, maar ik denk langer dan ik op deze aarde rondloop. Of misschien even langer, I don't know, maar het is echt, wat is dit, joh? Stel maar aan mijn handen, ik ben gewoon een broeiplek voor spinnen geworden. Dit is zo weird. Oké, wacht even, laat me even checken, zit er misschien iets van een lampje in of zo? Oh, yo. Oh nee, mijn tepel kriebelt. Hallo? Stomme muizen, denk ik. Ik ga hem gewoon oppakken. Ik moet hem hebben. Oh, dit ding is zwaar. Jongens, check dan. Dit is zo vet. Ik ga hem sowieso mee proberen te nemen. Kijk. Yo. Neemt iemand mij in de maling? Sorry dat ik de taart opat. Oké, luister. Dit is de reden waarom je beter van spullen kunt afblijven die niet van jou zijn. Ik ga nu de geesten-app gebruiken op de plek waar ik dat geluid vandaan hoorde komen. Oké, jongens, ik zet het apparaatje weer aan, terwijl ik richting de lamp of de lantaarn of wat het ook is loop, die ik daar net zag liggen. Want die ligt namelijk daar zo. Oké, we zetten hem aan. 3, 2, 1, go. Oké, wanneer die hart begint te piepen, zou er iets in de buurt moeten zijn. Maar dat valt mee. Er is niks aan de hand, joh. Gewoon alleen op de plek waar ooit een cupcake factory stond. Niks aan het handje. Oké, jongens, hij begint nu wel heel hard te piepen. Hij gaat bijna naar zijn max. Hij is op zijn max. Trek. Uit. Alright, dat is best wel creepy. Ik moet even iets minder engs meemaken. Siri, vertel een mop. Hoeveel iPhones heb je nodig om... Oké, laat maar. Was dat een mop? Dat is misschien nog wel enger dan dat ik hier ben en er geesten achter mij aan zitten. Zijn gevoel voor humor is pas eng. Dit is het laatste apparaatje wat ik graag zou willen uitproberen. Aan met die hap. Oké, als het goed is... Oh, wacht even, Wat gebeurt er? Waarom gaat hij harder? Hij gaat harder wanneer ik hier naartoe wijs. Wat? Yo! Wat? Hé, hey, hij gaat steeds harder en... Yo! Yo! Wacht even! Dat is zo dope! Jongens! No freaking way! Even serieus, een cupcake? Ik ben gewoon in Antwerpen en Jeroen bleef vannacht bij mij slapen. Ik heb het vermoeden dat hij mij is gevolgd en het heeft voorbereid, want hij weet dat ik naar dit bos ging. En wat hier ligt is echt bizar. Wat is dit, joh? Dit is gewoon letterlijk een freaking cupcake. Er zit allemaal... Joh, er zit een schelp in. Schelpen.
Tenminste, dat deden ze mij altijd laten geloven. Schelpen werden gebruikt als een soort van manier om te communiceren. Als je dat tegen je oor houdt, dan hoor je de oceaan. Weet je, laat maar zitten. Ik heb net aan die lantaarn gezeten. Dat vonden de geesten niet leuk. Dus ik laat dit voor gezien, man, bro. Mijn broek zit er ook helemaal onder. Nou ja, kijk, goed, zoals jullie net ook in die kel zagen, er lag allemaal afval. Dus misschien dat dit wel gewoon een plek is voor jongeren om te hangen. En in dat geval hoef ik me nergens zorgen over te maken. En hebben ze dit hier waarschijnlijk gewoon achtergelaten. Het verhaal is ook een beetje tot stand gekomen door jongeren in Antwerpen. Vandaar dat dit hier waarschijnlijk ligt. Maar creepy is het wel. Nog één keer deze app waarvoor het eigenlijk te donker is. Want wanneer je hier een stipje ziet verschijnen, zou er dus een geest in de buurt moeten. Oké, wacht, dat stipje is weg. Ik dacht heel even dat ik een stipje zag. Ik zie op dit moment ook helemaal niet waar ik loop, jongens. Dat is eigenlijk echt niet slim. Als ik zo meteen val en die Robux die knetteren uit mijn broekzak, dan heb ik een probleem. Oké, ik denk dat deze app niet meer gaat werken vanavond, jong. Yo, wacht even. Ik denk echt elke keer dat ik dingen hoor. Oké, jongens. Ik moet schijnbaar hier op drukken. En dan gaat deze app mij aangeven hoeveel geesten er momenteel hier in dit bos verschuild zitten. Let's go. Hij is aan het scannen. Alright. 4 geesten bij jou in de buurt. Doe normaal. Oké, like, dit vind ik misschien nog het engst van allemaal. Ik heb mijn duim opgelegd en volgens mijn vingerafdruk. Like, ik weet niet wat dat kan bepalen. Maar zouden er 4 geesten bij mij in de buurt zijn? Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik ga vanavond vast nog wel wat meemaken. Maar voor nu is dit genoeg. En anders zie ik jullie morgen om 5 uur weer. Ik heb vandaag een hele lange dag gehad met opnames voor DutSuper 2. Vandaar dat ik dit in de avond wil doen voor de vlog. Dat was spannend. Willen jullie dit op meer locaties zien? Doe een like. Adios voor nu en anders tot vanavond. Bizar.